Lekker zacht ook op je lippen. Een soort Minnie Mouse is dit eigenlijk. Is het te zien? Hi, ik ben Jeltje en leuk dat je weer kijkt naar alweer de tweede Action Shoplog. De vorige is 2 weken geleden online gekomen voor het eerst. En heb je hem nou nog niet gezien, dan kan je hem hier nog eventjes terugkijken. Ik ben weer de winkels ingegaan en ik heb heel veel leuke dingetjes geshopt. Waaronder dus al wat kerstspullen. Best wel vroeg, maar ik dacht ja... Ik vond ze zo leuk, ik kon ze eigenlijk niet laten liggen. En ik heb ook nog panties, want daar heb ik ook natuurlijk altijd heel veel vragen op mijn eigen kanaal over. Dus ik zou zeggen, abonneer je en dan gaan we beginnen. Allereerst wat ik heb gekocht zijn panties. Waarom? Omdat ik van jullie heel vaak de vraag op mijn Instagram kanaal krijg. Wat voor panty draag je? Het maakt eigenlijk niet uit wat voor outfit ik aan heb. Maar de eerste vraag van jullie is dus vaak. Ja, leuk die jurk, maar welke panty draag je er nou eigenlijk onder? En hoeveel denier is jouw panty? Het is gewoon best wel een ding onder vrouwen. En zeker als de winter er weer aankomt en de kerstperiode, is het gewoon leuk om goede panties te hebben die langer dan 3 seconden meegaan. Ik heb er eentje van 15 denier, dus dat is echt een dunnere. Die doorschijnt. Ja, wat is het? Meer doorschijnend is. En een 40 denier, die zijn wat donkerder. En deze voelt ook al best wel stevig, moet ik zeggen. Ik ga deze andere zo eventjes uit de verpakking halen. Ja, dit is dus echt wel een goede stevige panty. Dus ik denk dat je bij deze ook niet snel last van ladders hebt. Oké, deze panty is dus 1,49 en dat is 1 panty. En hier zitten er 2 in en die zijn uit mijn hoofd €2,39. Dus 2,39 en 1,49. Nou, niet duur. En wat ik nog wilde vertellen is dat ik, zoals je ook op het doosje kan zien, altijd een maat groter neem. Of misschien wel 2 maten groter dan dat ik zelf heb. Dat zit gewoon net wat relaxter. Ik ga deze even openmaken, want dit is dus 15 denier. Ik vind hem lekker aanvoelen. En dan heb ik deze nog, die 40 denier. Dit is wat matter en wat donkerder. En deze is echt een stuk lichter. Maar ik ga ze sowieso allebei aantrekken. En ik ben benieuwd hoe ze zitten. Kijk, ik heb dus deze sjaal ook. En die vind ik heel erg mooi qua kleur. Er zit een beetje een mooi structuurtje in. En hij is volgens mij ook echt wel warm en lang. Zie je? Ik doe hem altijd gewoon een beetje zo om. En dan pop ik de zijkant hier zo een beetje onder. Lekker warm. En ik vind de kleur heel mooi. Sjaal, boucle. €4,95. Nou jongens, dat vind ik echt helemaal niet duur. Want het is serieus echt een mooie sjaal. Het is niet echt fashion, maar ja, wel lekker warm. Oh god. Ik vraag me af of ik een groot hoofd heb. Als je gewoon niet wil dat je haar in het plat wordt. Ook wel grappig. Met allemaal kraaltjes en shizzle erop. Ik denk zelf iets minder van, maar ik vind ze wel heel leuk. En dan heb ik, om het af te maken, deze muts. Ze hebben ook die sjaals in dezelfde kwaliteit, maar ik vind het wel leuk om een beetje te mixen. Dus deze hoort er niet per se bij, maar ik vind het qua kleur wel kunnen. Geen idee hoe het nu staat, maar ik hoop dat jullie het leuk vinden. Laat even weten wat je hiervan vindt. €2,99 en die hebben ze ook in het grijs. Ik weet niet of ze nog een andere kleur hebben. Ja, dan heb je dus gewoon een lekkere set voor de winter. Een paardendriehoek jongens, want als ik ga trainen dan gaat het fout. €2,99. Nou, top. Dat is het wel waard denk ik. En wat heb ik nog meer? Zijn deze sokken. Super chill. Ik had vorige keer natuurlijk hele lekkere sloffen al. Maar goed, als je nou niet van sloffen houdt en wel van sokken, dan is dit echt top. En het is 1 maat. Dus ja, ik heb geen idee of ze passen. Ik ga ze even passen. De binnenkant is dus mega zacht. Kijk. Dit is echt heel lekker. Ik kan me gewoon heel goed voorstellen dat wanneer je thuis komt van je werk en je denkt, joh, uit die hakken en ik ga lekker op de bank zitten. En aan de onderkant zit een anti-slip spulletje. Dus als je een gladde vloer hebt, is het helemaal handig. Ik ben soms onhandig dat ik uitglij met dit soort sokken, maar bij deze hoeft dat dus niet. Hoe ga ik dit doen ook? Zo denk ik. Ja, ik heb maat 40 van schoenen. En bij mij zitten ze eigenlijk wel goed. Ik hoop dat je het kan zien. Is het te zien? Kan je dit zien? Dit is leuk. En je kunt ze dus ook nog... Oh nee, je kan ze niet aansnoeren. Maar het staat wel leuk. Als je er een strikje in maakt. Met van die pomponnetjes. Super cute. Ik vind het echt een aanrader. En ik ga even kijken wat ze kosten. Home socks. €3,99. Dus. Goeie deal. Oké, en toen had ik dus deze spiegel. Ken je dat wanneer je in een winkel loopt. En vooral bij de Action. Dat je dan binnenkomt. En je komt ergens anders voor. En dan kom je met veel meer spullen thuis. Dan wat je in eerste instantie nodig had. En dat heb ik dus met deze spiegel. Ik heb op zich nog wel een spiegel nodig. Maar ook weer niet echt. Maar goed, ik vond deze zo leuk. Omdat ik hem niet kon laten hangen. Dat ik hem niet kon laten staan. Ja, hij is 55 centimeter. En ik ga hem even uitpakken. Kijk hoor. Oh, wauw. Ik vind dit dus echt mooi. En aan de achterkant. Dat is wel super handig trouwens. Kan hem dus ophangen. Ik dacht dat hij dikker was eigenlijk, maar hij is vrij dun. Ik zag net al dat mijn haar slecht zit. Maakt niet uit. Ik vind het een hele leuke spiegel. Ik ga deze in de gang hangen. En ja, top. €6,95. Niet duur. Oké, en als allerlaatste de kerstspullen. Ja, sorry hoor jongens. Ik kon het echt niet laten. Het is nog lang geen kerst.
ook wel weer bijna trouwens. Maar ze hebben dus zoveel leuke dingen. Kijk heel even. Yes. Leuk! Een soort Minnie Mouse is het eigenlijk. Bijna, denk ik. Oh mijn god. Ja, dit is toch lachen. Ik vind het echt om te gieren. Ik zou dit echt willen hebben. Ik wil dit hebben. Ik heb het gekocht. Het slaat nergens op. Ik weet niet wat die kost. Ga even kijken. Diadeemkerst. Ja, ze hebben allerlei varianten. En het verschilt een beetje tussen de 99 cent en de 1,49. Dus sowieso echt geen geld. Ze hebben er nog veel meer hoor. Maar ik heb er drie meegenomen. Dus deze vind ik ook heel leuk. Een kerstboom. En die heeft een... even kijken. Dan moet je erop drukken. Kijk, hoe tof. Dan gaat het lampje branden. Dat is toch om te gieren. Dus die vind ik heel leuk. En deze is met een leuke kerststrik. Ook heel cute. Ik ben eigenlijk wel benieuwd welke van de drie jullie het leukste vinden. Laat even weten. En dan heb ik natuurlijk ook nog superleuke kerstballen. Ik had trouwens ook nog een lipgloss. Die moet ik ook nog aan jullie laten zien. Maar die laat ik dan zo nog wel heel even zien. Kerstballen mensen. Hoe leuk is dit? En deze. Dit is een zuurstok met een strik. Die kan je dan zo ophangen. Ja, dat vind ik echt superleuk. Ik hoop dat je het goed kan zien. En dan heb ik ook nog deze. Dat is een kerstmannenhoofd. Die kan je ook zo ophangen. Kijk dan wat leuk joh. Kijk, en ze hebben dus ook een arreslee en een kerstboom. Dus dit is één serie. En die vind ik allemaal echt serieus heel leuk. Oh ja, en wel even goed om te weten. Hè. Dit is plastic. En ze zijn 99 cent per stuk. Die lipgloss heb je gratis gekregen. Die staan niet op de bon. Maar die chubby stick is 99 cent. Dus ja. Anyway, ik ga ze proberen. Dit is dus een lipgloss. En dit is een chubby stick. Een lipbalm staat erop. Ik heb deze een beetje in een natuurlijke tinten. Want het is best wel pittig om een goede lipstift te vinden. Die echt een beetje bij, de huid, bij je huid past. Of je mooi staat. Wat ik doe, en die heb ik als tip gekregen. Is zoek een lippenstift of lipgloss. Die het meeste matcht met je tandvleeskleur. Het klinkt een beetje goor. Maar ja, het helpt dus echt wel met het zoeken van een juiste lippenstift. Dus ik ben benieuwd hoe deze bij mij staat. Wel heel natuurlijk. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Maar... nou, ik vind hem net te licht. Maar qua kleur, qua tint, is hij wel heel natuurlijk. Lekker zacht ook op je lippen. Ik ben ook benieuwd als ik het dan zo doe of het... ja, dat blijft ook wel zitten. Ik heb even die lichte kleur ervan afgehaald weer. Ik ga nou die donkere erop doen. Ik ben echt super benieuwd wat dit dan doet. Hij lijkt me heel donker. Oh, ik vind het wel mooi hoor. Ja, ik draag niet zo heel vaak gekleurde lipstift, dus ik moet een beetje wennen. Maar ik vind op zich... dit wel een mooie kleur. Dit zou ik wel dragen hoor. Dit vind ik wel een mooie kleur. Nou, ik ga dus nu de lipgloss proberen. En er staat op. Lipgloss Glossy and Soft Lips. True You and Apricot. Dat is wel een mooie kleur ook. Dit is wel... ja, ik ben benieuwd eigenlijk hoe het mij staat. Maar er staat op. Voor een glossy finish with three-dimensional effect. Dus een driedimensionaal effect. Nou, ik ben echt super benieuwd wat het gaat doen. Ik krijg 3D-lippen. Het is een hele rare zin dit. Echt een hele rare zin nu. Dit gaan we eruit knippen. Geeft die lippen kleur, glans en een vollere look. Ik weet het niet. Ik ben benieuwd. Ik ga het gewoon opdoen. Eerst ga ik deze proberen, die lichte. Oké. Ik weet niet zo goed waar het naar ruikt. Het geeft wel je lippen een mooie glans, vind ik. Dus het is wel qua verzorging net even een beetje extra's. Nou, dit was hem weer. De tweede Action Shoplog. Ik ben natuurlijk super benieuwd wat je ervan vond. Ik vond het zelf echt wel weer heel erg leuk. Ik ben echt blij met mijn nieuwe spulletjes. Ik zou zeggen, blijf kijken. Vergeet niet te abonneren. En ik zie je snel weer. Doei!